Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulk Kerijic. Ik ben officieel spreker voor Cyworld Community voor Nederland. Daarnaast ben ik ook lid van het communicatieteam voor Nederland. Wij zijn verantwoordelijk voor alle communicatie die vanuit het fonds wordt gedeeld voor de mensen in Nederland, voor de Nederlandstalige sprekende Belgische zuidenburen. Geldt het eveneens dat zij deel kunnen nemen aan onze webinars, zolang ze dat kunnen verstaan. Ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter en daar kom ik later in mijn presentatie op terug. Het milieu is op dit moment een hot item en we zien dat op verschillende soorten wijzen dat er echt wel iets aan de hand is. We zien het aan de hand van nieuwsberichten, aan de hand van innovativiteiten waar mensen nu in zouden kunnen participeren, mochten ze dat willen. Maar het zijn uiteindelijk kleine druppels op een hele gloeiende plaat, maar wel een hele goede start om ervoor te zorgen dat het milieuklimaatprobleem wat we nu daadwerkelijk ook hebben, dat we het op een goede manier kunnen beheersen en eventueel kunnen terugdringen. Sinds 1978 is er ook een persoon bezig met hetzelfde stuk en dat is Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy heeft in 1978 al bepaalde visies gehad waarbij hij de aarde zag veranderen en waarbij hij ook zoiets had dat hij zoiets zou willen ontwerpen, wat zou kunnen helpen tot het terugdringen van het klimaat of de aarde langzamerhand minder snel op te laten warmen. Nou, Anatoly Yunitskiy is op het westelijke halfrond een zeer onbekend persoon nog steeds, maar langzamerhand krijg je steeds meer kennis van wie Anatoly Yunitskiy is. Op het oostelijk halfrond van onze aardbol is Anatoly Yunitskiy een zeer gewaardeerd en gerespecteerd persoon. Hij heeft samenwerking met de Verenigde Naties, heeft een x-aantal boeken geschreven, ook een aantal awards gekregen. Eigenlijk is de lijst met wat hij heeft bereikt erg groot en nog steeds zeer met enige regelmaat dat het steeds meer groeit. En dit is Anatoly Yunitskiy met een van zijn eerste boeken. In dit boek heeft hij aangegeven hoe hij dat voor ogen ziet. Alle berekeningen, eigenlijk is het een soort logboek van wat wij nu kennen als Yunitskiy String Technologies. Maar in dit boek heeft hij dat uitgeschreven hoe hij dat voor ogen ziet. Mocht je dat willen lezen, dit boek is beschikbaar online. Dus voor degenen die er interesse in hebben, dan verwijs ik je daar naartoe. Alles wat Anatoly Yunitskiy doet met zijn team van engineers inmiddels moet natuurlijk beschermd worden. Dat moet gepatenteerd worden en moet gecertificeerd worden. Maar het moet in ieder geval ervoor zorgen dat de concurrentie niet met zijn idee aan de haal kan. Nou, in de loop der jaren heeft Anatoly Yunitskiy ook verschillende certificaten en patenten gekregen. Dus zo is bijvoorbeeld Unibus U4210 volledig gecertificeerd en gepatenteerd. Dus dat betekent dat de concurrentie er simpel gezegd niet mee vandoor kan gaan. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor bedrijfstakken die wij minder snel in het zullen zien, maar die ook zeer belangrijk zijn. En dan vragen mensen zich veelal af van, is de Europese Unie op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies? Ja, dus ze zijn op de hoogte van het bestaan van het bedrijf, alleen het is wel zo dat Yunitskiy String Technologies is een nieuwkomer en voor nieuwkomers is er altijd weinig plaats op de markt. Dus ook Yunitskiy String Technologies zal zijn plekje moeten veroveren, maar dat zal in de loop der jaren gigantisch snel gaan gebeuren. Want in bijvoorbeeld Azië en het Midden-Oosten is Yunitskiy String Technologies een heel gedegen bedrijf. Wat daar straks ook daadwerkelijk zal rijden. Yunitskiy String Technologies, of eigenlijk moet ik zeggen Anatoly Yunitskiy met zijn bedrijf, heeft onlangs een aantal maanden geleden een certificaat gekregen. En dat certificaat geeft aan dat Yunitskiy String Technologies een bona fide bedrijf is. Dus dat wil zeggen dat internationaal gezien bedrijven en landen, autoriteiten, rustig zaken kunnen doen met Yunitskiy String Technologies. Dus dat is eigenlijk zeer positief wat we nu hebben. Daarnaast heeft Yunitskiy String Technologies onlangs ook een certificaat gekregen wat aangeeft dat ze inmiddels een wetenschappelijk bedrijf zijn. Dus we hebben hier te maken met een bona fide bedrijf, wat ook nog eens een keer wetenschappelijk erkend is. Dus dat betekent al met al dat we kijken naar een gigantisch potentieel wat Yunitskiy String Technologies zou kunnen gaan bieden en uiteindelijk ook de wereld mee zou kunnen bedienen. Yunitskiy String Technologies in werkelijkheid. En zo ziet dat er uit deze foto's genomen op het Ecotechnopark. En dan zie je dat het eigenlijk plaatsvindt op het tweede niveau. Wij zitten hier op het eerste niveau, dat is de begane grond. Tenzij je verdieping hoger zit, dan zit je uiteraard op het tweede niveau. Maar het transportsysteem van Yunitskiy bevindt zich ten alle tijde op het tweede niveau. Dus dat betekent dat er meer ruimte is voor flora en fauna. Dat er geen hinder is voor dieren die bijvoorbeeld grazen of bijvoorbeeld bepaalde leefgebieden willen doorkruisen. Nou, wat zou Yunitskiy String Technologies kunnen bereiken of kunnen betekenen? Goedkopere
goedkope manier om te bouwen. Het is goedkoper om ermee te reizen, zowel voor passagiers als voor goederen. Dus al met al zie je ook alweer hier zeer voordelige opportunities voor mensen die dit zouden willen implementeren. Of mensen die hier straks mee willen reizen of die hier straks mee moeten reizen, beter gezegd. Dus al met al zie je gewoon dat dit innovatieve transportsysteem, wat wij hier nog een beetje op 3D-tekeningen zien, dat het al met al gewoon langzamerhand wel beter is dan het huidige conventionele transportsysteem die wij nu kennen. We hebben te maken met een gigantisch probleem op de wereld. Sommige steden die slippen langzamerhand letterlijk en figuurlijk dicht. En dat zien we hier ook op de onderste twee foto's. En nou zijn er ook al verschillende bedrijven geweest die systemen hebben proberen te bedenken waarbij ze een transportsysteem op het tweede niveau hebben proberen te realiseren. In Duitsland is dat gelukt en in China zijn ze daar bezig mee aan het testen. En in Amerika hebben ze dat ook in de vorm van monorails. Geloof ook Japan. En kabelbanen, die bevinden zich ook op het tweede niveau. Maar Unitsky String Technologies is compleet niet te vergelijken met een kabelbaansysteem. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem door middel van twee motoren die zich bevinden aan een begin- en een eindpunt. En daartussen worden kabel gespannen en aan die kabels hangen gondels of de kabel trekt de modules van A naar B. Dus op die manier kunnen mensen dan van A naar B reizen. Denk bijvoorbeeld aan een skilift, een stoeltjeslift, het kabelbaantramsysteem in San Francisco. En zo heb je nog een aantal zeer bekende kabelbaansystemen. Die natuurlijk zeer mooi zijn om te zien, maar het is belangenaar niet hetzelfde als Unitsky String Technologies. Unitsky String Technologies beschikt over eigen motorwielsystemen. Eigen systemen waarbij de modules dus zelf kunnen nadenken, dus zelf kunnen anticiperen op welk probleem dan ook. Mocht er een module met pech onderweg komen te staan, dan zijn er altijd extra hulpmotoren aanwezig. Dus dit systeem is eigenlijk middels Artificial Intelligence zo uitgerust dat die op alle situaties is voorbereid. En dit is een 2D oppervlak van ons aardoppervlak, of hoe dat eruit ziet. Ik moet eigenlijk zeggen 2D tekening van ons aardoppervlak. En we zien dat het aardoppervlak bestaat uit bergen en dalen. Nou, op het moment dat wij mensen iets willen gaan bouwen, moeten wij de boel egaliseren. Dat zien we op het tweede plaatje, dan zien we dat de hele boel plat is. En ook de dieren in het gedrang zijn gekomen. Als dat eenmaal geëgaliseerd is, dan kan er een fundering in worden geplaatst. En als die fundering staat of ligt, dan kan uiteindelijk het concrete bouwconstruct worden gebouwd. En in dit geval is dat een doorsnede van een spoorconstruct. Als we nu kijken naar het derde plaatje, dan zien we verticale pilaren, zogeheten intermediate supports van Unitsky String Technologies. En daartussen is een kabel gespannen. En wat direct opvalt, is dat het aardoppervlak nagenoeg gewoon intact blijft. Die pilaren kunnen worden geïntensiveerd. Maar ook verwijderd. Dus dat betekent dat de spanwijdtes tussen de pilaren groter of kleiner kan worden gemaakt. Maar dat is afhankelijk van wat voor type transportmodule daaraan wordt gekoppeld of overheen moet rijden. En wat de klant eigenlijk heel graag zou willen. Als de pilaren eenmaal staan, dan moet er een kabel worden gespannen. En die kabel wordt vaak gespannen tussen de pilaren in. Als die kabel op spanning staat, dan worden de uiteindes uit de grond gehaald en die worden bevestigd aan zogeheten anchor supports. En een anchor support is een opstapstation, dus waar passagiers of goederen gelost kunnen worden en passagiers dan wel op of af kunnen stappen. En wat ik net ook al aangaf is dat de spanwijdtes van deze intermediate supports kunnen op verschillende meters van elkaar worden geïmplementeerd. Daarbij kun je denken aan spanwijdtes van 20 meter, 50 meter, 200 meter zoals die nu worden getest in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar straks ook 288 meter, die wordt getest in de Verenigde Arabische Emiraten. En het anti-derailment system is een zeer belangrijk systeem binnen Unitsky String Technologies. Dit systeem zorgt ervoor dat modules niet kunnen ontsporen. En aan de rechterkant van jullie sheet hebben we een doorsnede van een stringrail. Dit is één type stringrail, maar dit geeft enigszins een klein beetje weer hoe dat er van binnen uitziet. We hebben een railbedding. Dat is het punt waar de wielen contact mee maken met de bovenkant van de stringrail. Dan hebben we de behuizing. Dat is het omhulsel. Nou, daarbinnenin zitten een aantal stringrailkabels, zoals jullie kunnen zien, 6 stuks. En er wordt opvulmateriaal gebruikt en dat zorgt voor de stevigheid. Modules kunnen ook op een interval van plusminus 20 tot 50 seconden achter elkaar rijden. Dus dat betekent dat ze zeer efficiënt zijn, maar dat ze dus ook korter op elkaar kunnen rijden als huidige treinen van de NS bijvoorbeeld dat nu kunnen. En als we dan naar onze aardoppervlak kijken, wat ik net al aangaf, dan zie je dat dat voor 95% gewoon intact blijft. Het enige wat we nu op de
2D-tekeningen hebben gekregen. Dat zijn verticale pilaren en daartussen is een horizontale kabel gespannen. En daar hangen of rijden modules overheen. Dus zo zie je dat het systeem van Unitsky vele malen minder ruimte in beslag neemt. Wat er dus ook voor zorgt dat het in harmonie met de natuur is. Dat het dus geen hinder zal toebrengen aan de natuur. En dit is een opstapstation die ik net vernoemde naar Anker Support. Anker Support is een opstapstation. Anker Support mag je vergeten, dus we houden het gewoon bij opstapstation om het makkelijk te houden, zodat iedereen het kan volgen. En je ziet dat de modules nog steeds op het tweede niveau het station binnenkomen rijden. Dus passagiers moeten met de trap of met de lift van de begane grond naar de eerste etage. En daar kunnen zij veilig opstappen. Dan is er ook veel nieuwsgierigheid naar de drone. Hoe staat het er nou nu mee? Hij is in 2019 gepresenteerd aan het grote publiek op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En inmiddels is het zo dat deze versie een gewicht kan tillen van 750 kilo. En in de nabije toekomst is de bedoeling dat hij 1500 kilo gaat tillen. Maar onlangs heeft het bedrijf UVR, dat is United Vehicles, moeilijk woord. Ik zal de link later ook nog delen in de chat. Die heeft een video vrijgegeven waarop ze een nieuwe drone hebben ontworpen. En die wordt op dit moment in de Emiraten getest. Deze drone wordt straks ook daadwerkelijk ingezet door Unitsky String Technologies om moeilijk bereikbare gebieden te kunnen bevoorraden, zodat de bouw ook daar gewoon volgens planning kan verlopen. We hebben op dit moment drie verschillende soorten type stringrails. We hebben een stijve spoorconstructie waarbij de modules aan hangen. We hebben een stijve spoorconstructie waarbij de modules zowel overheen rijden als aanhangen. En we hebben een flexibel stringrail en dat is een gebogen spoorconstruct. En als we naar de foto's kijken, dan zien we hoe dat er in het echt uitziet. Een van de type stringrails, maar dan zie je eigenlijk hoe smal het is. Dus als we kijken, als we het horizontaal zouden implementeren in een landschap, valt het ook nagenoeg niet op dat er een stringrail is gespannen van A naar B. Door middel van staal op staal wrijving is een van de vele manieren waarop Unitsky String Technologies energie opwekt. Die energie wordt afgevangen of opgevangen in accu's en die accu's kunnen worden aangesproken door stations op het moment dat hun weer stroom nodig hebben. Dus in feite is het een cyclus die onophoudelijk energie kan opwekken en afgeven voor stedelijk gebruik of net wat er nodig is op dat moment. De aerodynamica's binnen Unitsky String Technologies zijn een zeer belangrijk aspect. Je kunt namelijk geen model ontwerpen dat bestaat uit hoeken of een zeshoek wat heel erg gehoekt is. Dat is ten alle tijde niet goed voor de geleiding van de energie. Dus wat heeft Unitsky String Technologies nu gedaan? Die hebben een module ontworpen die zowel voor als achterlangs, in dit geval is dat de U-Flash, de High Speed Unibus voorheen, tot een gelijkpunt tot elkaar komt. Dus dan zie je dat de windcirculatie, zowel voor als achterlangs, dat die er niet is. De wind gaat er onderdoor, de wind gaat er overheen. En ja, er is dus geen vuile lucht, om het maar zo te noemen, in tegenstelling tot auto's die dat af en toe wel hebben. En vliegtuigen hebben dat ook, want vliegtuigen kunnen ook niet kort achter elkaar opstijgen. Er moet altijd iets tussen zitten, anders heeft het achtervolgende toestel altijd last van zware turbulentie en dat is niet prettig. En hoe staat het nu met de U-Flash? De U-Flash is op dit moment wordt hij getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. De bedoeling is ook dat hij naar de Emiraten gaat en ook daar zal hij worden getest. Alleen het is wel zo dat de U-Flash een testbaan nodig heeft van plusminus 25 kilometer. 10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om te accelereren, of om topsnelheid te blijven, van 500 kilometer per uur. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een ordentelijke manier tot stilstand te komen. Dus niet dat passagiers naar voren worden gedrukt in een stoel met alle gevolgen van dien. Op het moment dat de testbaan klaar is en deze module ook daadwerkelijk is gecertificeerd, kan die worden ingezet voor commerciële doeleinden. Maar zal ook dit gevolg hebben voor het stageplan, het ontwikkelingsplan waar we nu in zitten. En dit is de rollende voorraad, of in het Engels rolling stock, van de Unitsky String Technologies. Alle modules behoudens de U-Flash hebben een topsnelheid van 150 km per uur. De U-Flash kan 500 km per uur, als net gezegd in mijn vorige sheet. En we gaan deze lijst rustig van linksboven beginnen. En dan beginnen we bij de Uniwind. En de Uniwind is een lichtgewicht module en die biedt plaats aan twee personen. De Unibike is ook een lichtgewicht module. En die biedt ook plaats aan twee personen, kan plaats bieden aan drie personen, afhankelijk van de configuratie. Dit is overigens het eerst geteste en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies en dat is einde 2016 gebeurd. Dan krijgen we de Unicar U4 430
T1 en T3. Nou, beide zijn eigenlijk compleet identiek aan elkaar, behalve dat bij de ene module de 6 personen in kunnen en bij de andere module de 18 in kunnen. Datzelfde geldt voor de Unibus U4 210. Afhankelijk van de grootte kunnen er ook meer passagiers in. Dus in de enkele versie kunnen er 14 tot 12 in. En zo kan dat uit worden gebreid. Datzelfde geldt ook voor de Unibus U4 220 T2. In de enkele versie biedt die plaats aan 25 personen. De dubbele versie biedt die plaats aan 48 personen. En de driedubbele versie biedt die plaats aan 64 personen. Dus nagelang wat de klant zou willen, kan Unitsky String Technologies daarop inspelen. Als we dan kijken naar de UniFlash of de UFlash. In deze configuratie is er plaats voor 6 personen. Dan is er ook nog een ander model, dat is de Unilight. En de Unilight is een lichtgewicht module en deze is ook tentoongesteld op het Ecofest van 2019. Het is zo dat deze module dus tentoon is gesteld. Dit is een module waarvan wij zoiets hebben van waar komt die vandaan? Die is er wel, maar die is er niet. We zien hem eigenlijk niet. Dat komt omdat de baan waarop deze wordt getest zal worden, naast het Ecotechnopark zal worden geïmplementeerd. En deze zal dus ook daadwerkelijk worden ingezet om bijvoorbeeld toeristen, want naast het Ecotechnopark is een groot ecologisch park verrezen, om die van A naar B te kunnen transporteren. Het ontwerp van deze module is wel zodat die is gemaakt voor mensen die willen vis, dus met visspullen, dat ze makkelijk in en uit kunnen stappen, dat ze er ook niet in hoeven te klappen. Dus zo zie je dat deze langwerpige module eigenlijk een ideale module is voor een oplossing voor bijvoorbeeld visvijvers of net wat er nodig is. Ook op het vrachtgedeelte is Unitsky String Technologies niet stil blijven staan. De Unicont wordt op dit moment ontworpen en die zal binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk worden getest, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan hebben we de Unitrans en de Unitrans is een grote lopende band en deze zal worden ingezet voor mijndoeleinden. Dus dan kun je denken dat er een verbinding wordt gemaakt van een mijn naar een havengebied, waar bijvoorbeeld in de mijn steenkool wordt gewonnen, dat die op de Unitrans wordt geladen, zodat er geen vrachtwagens meer moeilijk bereikbare bergpassages hoeven te doorkruisen. Dan hebben we ook nog de Unitruck. En de Unitruck is eigenlijk een module die heel makkelijk kan worden ingezet voor het verplaatsen van zand, grind, tarwe, bloem. Noem het maar even op, net gelang wat er nodig is. Het is eigenlijk een module die in kan worden gezet voor het verplaatsen van bulkgoederen. Dus een zeer handige module om in bepaalde gebieden te implementeren, zodat de productie daar op volle sterkte kan door blijven gaan. Er zijn twee prioriteitsstellingen binnen Unitsky String Technologies. In 2014 is het bedrijf begonnen met het certificeren en assembleren en testen van de modules. Nou, dat is inmiddels ook gewoon volgaande. Er worden nieuwe modules ontworpen, maar door de huidige pandemie is de vraag van het passagiersvervoer meer terechtgekomen op het goederenvervoer. Dus dat betekent dat Unitsky String Technologies die vraag ook heeft beantwoord. En dat is dus waarom we straks binnenkort de Unicont zullen zien. Want het containervervoer is nog steeds groeiende. Er is een tekort aan grote zeecontainers. Maar er is ook een tekort aan eigenlijk letterlijk alles. Dus Unitsky String Technologies komt straks op het juiste moment om de markt te betreden. En voor dit systeem is zeer veel interesse, zeker vanuit het Midden-Oosten en in Azië, om dat ook daadwerkelijk te implementeren. Unitsky String Technologies of Anatoly Unitsky werkt dag en nacht samen met zijn team van engineers. Wij ondersteunen dit bedrijf omdat we hier iets fantastisch in zien. En het enige wat wij doen is rustig wachten. Maar er is een team in Wit-Rusland en ook inmiddels in de Verenigde Arabische Emiraten dag en nacht in touw om ervoor te zorgen dat de modules of dat de tekeningen die Anatoly Unitsky ooit heeft ontworpen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Uiteindelijk heb je elkaar nodig, dus dat gebeurt in Wit-Rusland. Het bedrijf is nog steeds groeiende, zoals ik net ook al aangaf. Dus dit is een kantoor wat ze inmiddels nu ruim een jaar hebben betreden, omdat de vraag achter de schermen toeneemt. Wij zien enkel 5%, maar 95% wat er achter de schermen gebeurt, krijgen we eigenlijk heel weinig van mee. Als het eenmaal is ontworpen, dan moet het ook getest worden. En voordat je dat kunt testen, moet je dat natuurlijk bouwen. En dit is de nieuwe fabriek van Anatoly Unitsky. Dit is een recentere foto. We zien de fabriek met de nieuwe hal erachter. En hier wordt geassembleerd. Hier wordt alles in elkaar gezet, zodat het op het Ecotechnopark kan worden getest. Het is het Ecotechnopark in Wit-Rusland. In 2014 heeft Anatoly Unitsky dit land gekregen. Het was een voormalig militair tankterrein, er was weinig leven. Maar als we nu kijken hoe het heden ten dagen uitziet, dan zien we dat het een florerend ecologisch park is, waarbij ze zowel op ecologische wijze
akkerbouw wordt gedaan. En dat er ook tegelijkertijd getest kan worden. Het is eigenlijk een levensgrote showroom. Er staat van alles. Er is ecologisch akkerbouw. Er is een ecologisch vakantiepark. Er zijn ecologische huizen op het Ecotechnopark. Op de foto is dat niet goed zichtbaar, maar die zijn er wel. En er zijn een aantal type stringrails. Omdat natuurlijk elke klant een verschillende vraag heeft. Dus Chinese String Technologies heeft verschillende producten ontworpen die getest worden, maar die ook tegelijkertijd tentoon kunnen worden gesteld aan delegaties die hier een belang bij hebben of die hier zeer veel interesse in hebben. Er wordt getest in verschillende weersomstandigheden. Wij hebben hier te maken met kwakkelwinters en soms ook kwakkelzomers, maar eigenlijk in Rusland en in Wit-Rusland en in andere delen van Azië hebben ze te maken met hevige sneeuwval, maar ook hevige regenbuien. Bijvoorbeeld in Vietnam hebben ze te maken met moessonregens, en ook in China. En dat zijn onophoudelijke regenbuien, dus dat hebben ze gedaan. Ze willen ook die markt natuurlijk heel graag bedienen. Ze hebben een module letterlijk onder de douche gezet voor een aantal dagen en daarin hebben ze gekeken, is alles waterdicht, is alles zoals wij het zelf hebben bedacht en ontworpen. Nou, dat is inmiddels zo gedaan. Deze module is ook weer gecertificeerd. Dus dat betekent dat het elektriciteitscompartiment droog is gebleven, maar ook het passagierscompartiment droog is gebleven. Dus dat betekent dat passagiers gewoon droge voeten zullen behouden en veilig kunnen rijden in dit soort heftige weersomstandigheden. Maar ja, we hebben ook te maken met hevige sneeuwval, zoals ik net al aangaf. Wij hebben in Europa te maken met kwakkelwinters en kwakkelzomers, maar elders in de wereld niet. Daar hebben ze behoorlijk heftige sneeuwval. Dus zo zie je dat ook in de heftigste periodes Unitsky String Technologies gewoon kan blijven rijden en dat er goed op wordt getest. Er wordt getest tot temperatuur tot min 60 en plus 60 in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze hebben natuurlijk in de loop der jaren van alles ontworpen, maar ze hebben ook van alles gemoderniseerd. En dit is een van de oudere stringrails, maar die hebben ze wel gemoderniseerd. Ze hebben zogeheten isolatoren aangebracht, dus daar spanning op die rails. En die spanning hebben ze nu op een efficiëntere manier kunnen afleiden. Zodat dat ook weer een betere prestatie zal verzorgen voor de modules en uiteindelijk ook voor het totaalplaatje in het stukje van het energie opwekken en het energie opvangen. Dus we zien dat er eigenlijk heel veel wordt gedaan achter de schermen. En op dit moment, en waarschijnlijk zal de nieuwe teststrik al iets verder zijn, maar dit is een iets oudere foto, waarbij je ziet dat er op het Ecotechnopark een nieuwe stringrail wordt gebouwd. En deze zal eigenlijk gelijk lopen met alles in de Emiraten. Dus hier zal ook straks de Unicont aan worden getest en andere modules aan worden getest. Zodat ze dus weer kunnen testen tot temperaturen van min 60 tot temperaturen van plus 60. Dat ze het allemaal kunnen implementeren in het model zelf of allemaal kunnen toevoegen aan de chips. Zodat de modules straks op een goede manier de markt op kunnen. Niet dat ze dan nog moeten testen of dat ze erachter komen van we hebben net iets anders bedacht en het werkt net iets anders en dat is niet echt handig. Dus Unitsky String Technologies kiest eigenlijk samen voor met alle bedrijven om ervoor te kiezen dat ze eerst alles goed, zo goed mogelijk getest willen hebben, dat alle kinderziektes eruit komen, zodat ze beslagen ten ijs de markt kunnen betreden. En wat ik net ook al in het begin van mijn presentatie aangaf, was dat we verschillende soorten type stringrail hebben. En dit is een stijve spoorconstructie waarbij je ziet dat de modules boven en onderlangs rijden. Zeer efficiënt, dus modules hoeven niet op elkaar te wachten. Ze kunnen gewoon onafhankelijk zelf bepalen wanneer ze gaan rijden. Want dat is het mooie van dit systeem. Lege modules hoeven niet te rijden. Als er een passagier ergens staat te wachten en de module is leeg, zal die naar de passagier toekomen. Maar staan er geen passagiers, dan zal de module ook niet rijden. Dus ja, dat is eigenlijk een gigantische besparing, want we zien vaak lege treinen rijden of lege bussen rijden. Dus ja, al met al is het een zeer innovatief transportsysteem. Unitsky String Technologies is langzamerhand ook bestaande modules aan het moderniseren en aan het upgraden. De Unibus U4220T2 werd aan het grote publiek tentoongesteld in 2017 met naar buiten toe openslaande deuren. Inmiddels heeft hij een deursysteem gekregen waarbij de deuren niet meer naar buiten toe openslaan, maar waarbij ze zijwaarts open schuiven. Dan zul je denken, ja, maar dat is toch niet nieuw? Nou, het is wel zo dat we als we kijken naar de NS, want die heeft dat natuurlijk ook, even als vergelijkingsmateriaal, maar als je daar je voet tussen de deur steekt, zal de deur dicht gaan, dan zal de trein niet rijden. Dan moet de conducteur komen om dat weer te openen. Geeft een hele hoop gedoe. Stel je stopt je voet tussen de deur bij de module van Unitsky String Technologies, zal de deur niet sluiten, want die detecteert dat. Dat is allemaal door middel van artificial intelligence, wordt uitvoerig getest en worden alles
eigenlijk geïmplementeerd in het systeem. Wat er maar zou kunnen gebeuren. Iemand die zijn telefoon ertussen stopt. Iemand die zijn vinger ertussen stopt. De deuren zullen niet sluiten en de module zal niet rijden. Op het moment dat dat er weer tussenuit is en de deuren sluiten goed, dan zal de module van A naar B weer langzamerhand gaan rijden. Het geluid is ook een heel belangrijk aspect. En niet alleen voor ons mensen, maar natuurlijk ook voor de natuur. Unitsky String Technologies is eigenlijk het meest innovatieve, milieuvriendelijke transportsysteem wat wij nu zouden kunnen implementeren. Dus dat betekent ook dat dieren in harmonie kunnen leven met dit transportsysteem. Ze zullen geen hinder hebben van het systeem wat hun leefgebied doorkruist. Want wat we niet mogen vergeten en wat we vaak wel vergeten, is dat we eigenlijk in het leefgebied leven van de dieren. Het klinkt een beetje zweverig, maar wij mensen hebben de neiging om alles vol te bouwen en dat zo in te kaderen dat wij daarin kunnen leven. Maar dat betekent dat de dieren die oorspronkelijk gewoon hier op de landen lopen, langzamerhand steeds meer leefgebied kwijtraken. Met alle gevolgen van die, want ze zijn ook schuw voor het geluid. Maar de modules van Unitsky String Technologies produceren ongeveer een 80 decibel aan geluid. Dus op het moment dat zo'n dier het model heeft gedetecteerd, is de module al voorbij. Als het met 150 km per uur voorbij komt rijden, dan valt het eigenlijk nagenoeg niet op. Daarbij is ook de stringrail zelf geïsoleerd. Dus het geluid kan maar één kant op en dat is niet de kant van de dieren. Dat is zeer uniek hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Dus het is eigenlijk zeer geluidsloos, geruisloos en zeer milieuvriendelijk. Dan zijn er ook tal van samenwerkingen en een van de meer bekendere samenwerkingen is met het Belgische bedrijf Bekaert. Ze hebben staalrollen geleverd aan de Unitsky String Technologies en dat doen ze nog steeds en dat gaat via de Emiraten en vanuit de Emiraten kan het, als het nodig zou zijn, ook door naar Sharia. Want er is vaak van mensen ook de vraag van hoe zit het nu met, met al die sancties die nu plaatsvinden. Nou, Unitsky String Technologies is, ondanks dat het een start-up is, is het een multinational en die heeft meerdere vestigingen en daardoor is dus de productie van Unitsky String Technologies niet in het geding. Hetzelfde geldt voor twee andere bedrijven. Die hebben ook staal geleverd aan Unitsky String Technologies. Om Unitsky String Technologies te kunnen voorzien in de behoeften die het bedrijf heeft. Dan is er ook een Chinees bedrijf. En dat is een bedrijf dat wij vooral kennen van laptops. Lenovo. Die hebben datasystemen geleverd aan Unitsky String Technologies. Dat op een efficiëntere manier kan worden opgeslagen. Dan gaan we van Europa naar de Emiraten, waar veel informatie vandaan komt, waar heel veel ontwikkelingen gaande zijn. Dit zijn een aantal foto's van het testpark in de Emiraten. We zien inmiddels dat er nog een aantal 3D-tekeningen opstaan, maar inmiddels ook realiteitsfoto's. De 3D-tekening is hoe het park straks ongeveer gaat uitzien. En de originele foto's is inmiddels hoe het eruit ziet. En dan zien we ook dat er al gebouwen klaar zijn. We zien dat het houten ecohuis klaar is. We zien dat de 400 meter lijn klaar is. En we zien ook dat die wordt getest. En dit zijn de gebouwen die dus klaar zijn. Het ecohuis is klaar. Een security office is klaar. Het opstapstation is in dit geval iets verder. Het is nog een iets gedateerde foto. En nog een paar andere gebouwen zijn klaar. Dus de infrastructuur op het terrein zelf komt ook steeds meer vorm in. Dus dat mensen dat ook langzamerhand daadwerkelijk zien. En dit is de eerste 400 meter lange lijn. Waarbij de module is getest in 2019. In 2019 heeft de Unica U4 V3101, dat is een speciale versie voor tropisch klimaat, zijn eerste testmeters gemaakt onder toeziend oog van de Sheikh van Sharia. Maar ook dat was destijds 3D. En veel mensen zeiden van dat gaat nooit gebeuren. Maar inmiddels wat in 2018 3D was, is in 2022 realiteit. Dus je ziet het gebeurt wel. En dat alles doordat mensen dit innovatieve transportsysteem ondersteunen. Dat zij dat zien en dat ze zien wat het voor potentieel heeft. Ik heb afgelopen november vorig jaar de mogelijkheid gehad om het testpark te bezoeken. Ik heb dat ook gedaan. Ik sta hier zelf op de foto. Dat geeft je ook een indruk van de persoon die de webinar nu inspreekt. Maar ik heb dus met eigen ogen kunnen zien dat er wordt ontwikkeld, dat er wordt getest. Er staat wat, het is nog lang niet af, het is een begin, maar er kan wel worden getest en er kunnen delegaties worden ontvangen. En die kunnen eigenlijk een ervaring krijgen hoe het is om te reizen met Unitsky String Technologies. Er wordt getest op zowel cargo gebied als passagiersgebied. Dus we zien hier een container module en we zien een passagiersmodule. Dus er wordt nu al getest op verschillende modules op de korte baan van 400 meter.
Ook op extreme calamiteiten heeft Zelensky String Technologies een antwoord. Stel, de module komt niet meer van zijn plaats. Er zijn echt problemen en het kan niet meer anders dan dat mensen eruit moeten. Dan is er altijd nog een mogelijkheid om via een kabel de module op een veilige manier te laten goed. Er zullen sommige mensen wat hoogtevrees hebben. Maar wanneer de nood hoog is, dan is er dus altijd nog een antwoord. Zelensky String Technologies heeft niet alleen in Europa certificaten, maar ook in de Verenigde Arabische Emiraten certificaten. En dit is een heel belangrijk certificaat, want dit certificaat geeft aan dat Zelensky String Technologies een veilig transportsysteem is, waarbij mensen dus eigenlijk met een gerust gevoel kunnen instappen. Dus dit maakt de weg vrij voor implementatie in de hele Verenigde Arabische Emiraten. Niet alleen dat soort certificaten heeft Zelensky String Technologies, maar ze hebben ook management kwaliteitscertificaten. De vestiging in Wit-Rusland heeft hij al gekregen ergens rond 2017-18. Toen hebben ze ook een ISO-certificaat gekregen. Maar de vestiging in de Emiraten heeft inmiddels ook zo'n ISO-certificaat gekregen. Dus dat betekent dat de complete managementlaag, dat het complete bedrijf, op orde is. Dus dat mensen dus geen zorgen hoeven te hebben dat alles wat op orde is, dat het ook op orde is. Dit certificaat krijg je niet, dat kun je niet kopen, dat moet je verdienen. En dat zijn hele zware onderzoeken die worden gedaan. Dus al met al zie je gewoon dat het een heel betrouwbaar bedrijf is. Dus ja, eigenlijk alles wat met Zelensky String Technologies te maken heeft, is dus gewoon goedgekeurd. Dus dat zorgt ook voor de totale goedkeuring van het bedrijf Zelensky String Technologies. En in dit geval Huskai Transport in de Emiraten. De bouw van de 2,5 kilometer lijn is op dit moment in volle gang. We zien hier twee foto's. Eén van het opstapstation, dat is van de buitenkant helemaal af. En de andere is van de intermediate support. En die worden klaargemaakt voor eigenlijk de stringrail. Anatoly Yunitsky heeft een aantal weken geleden zelf het anchor support geïnspecteerd. Op metaalscheurtjes, of dat alles klopt zoals hij dat heeft bedacht met zijn team van engineers. Dat is goed bevonden en inmiddels, maar dat heb ik hier niet in de presentatie, maar die foto's kun je wel op internet zien, omdat ze niet officieel zijn. En ik wil graag alleen het officiële blijven delen, omdat dat de beste indruk geeft. Maar er zijn foto's in omloop waarbij je kunt zien dat ze inmiddels al een stukje verder zijn. Dus dat de anchor support ook hangt en dat ook er is begonnen met de bouw van de eerste meters aan stringrail voor de 2,5 kilometer lange testlijn. De expo was een groot succes voor Zelensky String Technologies. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben een stukje stand gehad op de stand van Wit-Rusland. Een stukje muur met een scherm op de stand van Wit-Rusland, moet ik zeggen. En ze gaven mensen de mogelijkheid om per bus van Dubai naar Sharjah af te reizen. Zodat ze daar op het testpark in Sharjah eigenlijk ervaring zouden kunnen krijgen hoe het is om te reizen met de Zelensky String Technologies. Maar ook om te zien wat een lineaire city is. We zien op de foto een daadwerkelijk schaalmodel waarbij de modules ook daadwerkelijk rijden. Maar dat mensen ook een hele goede indruk geven over wat is nou een lineaire city en wat is nou het systeem wat Zelensky heeft bedacht. En dan de toekomst Dubai. Op dit moment is het zo dat de autoriteiten van Dubai besluiten gaan maken en inmiddels misschien ook hebben genomen over welk bedrijf het prestigieuze traject van 15 kilometer met 21 of 22 stops in Dubai gaat krijgen. Nou, er zijn een aantal bedrijven die zich daarop hebben ingetekend. Zelensky String Technologies is daar één van. Er zijn bedrijven uit Amerika, China en uit Engeland die hebben hetzelfde gedaan. Zelensky String Technologies is het meest concrete bedrijf. Ze hebben een testpark in de Emiraten. En het mooie van Sharjah, de Emiraten, het Sharjah Research and Innovation Center, is dat zij eigenlijk alles hebben verbonden. Dus ze hebben Zelensky String Technologies omarmd. Zij ondersteunen dat project ook. Maar ze hebben er ook voor gezorgd dat de autoriteiten van Dubai hebben kunnen komen kijken. Dus zij zorgen eigenlijk voor de hele belangrijke verbindingsschakel. Internationaal gezien. Zodat mensen dus weten wat Zelensky String Technologies is. Maar dat dus ook de autoriteiten van Dubai weten wat het is. Dus ja, eigenlijk Zelensky String Technologies heeft een zeer grote voorsprong op de concurrentie. En als ik dit kort moet samenvatten, dan is dit transport innovatief, CO2-neutraal, milieuvriendelijk. Het is goedkoper zowel om te implementeren als om mee te reizen. En zo kan ik de lijst enkel langer maken. Wil je meer informatie, dan verwijs ik je naar www.skyway.capital en daar kun je rustig alles doorlezen. Dat is ook de site waar je je account kunt vinden. En dan gaan we naar de updates. Het is eigenlijk een komen en een gaan van internationale mediaberichten
Het ene mediabericht volgt het andere op. En nagenoeg zijn ze allemaal positief. Sommigen zijn wat kritisch en dat is terecht. Het is terecht om kritisch te zijn. Het is terecht om sceptisch te zijn. Maar neem jezelf wel altijd in acht dat je altijd moet kijken naar wat doet het bedrijf. Zit er potentieel in? Zit er vooral vooruitgang in? Zie ik vooruitgang? Zie ik vooruitgang in hoe het in 2017 was en hoe het nu is? Nou, dan kunnen we alleen maar concluderen dat het volmondig ja is. En inmiddels zien ook overheidsinstanties dat. En zij komen op eerder gedane uitspraken terug. Want voor degene die al langer dit project een warm hart toedragen en dat ondersteunen, of erin participeren, die weten hoe het begon. Maar we zien ook dat overheidsinstanties dus terugkomen op wat ze eerder hebben aangegeven. En dat ze inderdaad aangeven. Unisci String Technologies is eigenlijk op dit moment een van de meest innovatieve transportsystemen die we zouden kunnen implementeren binnen onze huidige bestaande infrastructuur. Nou, ik denk dat het al met al een gigantisch compliment is aan het bedrijf. Maar ook andere bedrijven schrijven over Unisci String Technologies. En die schrijven ook over het potentieel van het goederenvervoer wat Unisci String Technologies kan bieden. Welke vraag ze eigenlijk zouden kunnen beantwoorden die er nu gewoon heerst. Dus al met al positieve mediaberichten. En dit is een heel mooi bericht. Ik denk dat het eigenlijk heel uniek is. De koning van Lesotho, en Lesotho is een koninkrijk binnen het continent Afrika. Zij delen hun grenzen met Zuid-Afrika. Maar de koning van Lesotho heeft een bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was toevallig op dezelfde dag als dat ik het park in Sharjah bezocht. Dus ik heb hem ook met eigen ogen gezien. En hij heeft er zelf ook de ervaring kunnen krijgen hoe het is om te rijden met Unisci String Technologies. Hij heeft een fantastische presentatie gehad. Dus heeft het met eigen ogen kunnen zien. En dat heeft zich erin geresulteerd dat ze aan het kijken zijn of het de mogelijkheden zijn om een route te implementeren van het land Lesotho naar de havenstad in Zuid-Afrika, Durban. Zodat Lesotho minder afhankelijk is van het wegennet. Omdat het wegennet, zeker in Zuid-Afrika of in Afrika, gewoon niet goed is. Maar ook Rwanda, ook een land in Zuid-Afrika, heeft zeer veel interesse in het innovatieve systeem van Unisci String Technologies. Onlangs heeft vorig jaar de ambassadeur van Rwanda, Emmanuel Tagega, als ik het goed uitspreek, een bezoek gebracht aan het park in Sharjah. Maar hij is teruggekomen en hij heeft nu een belangrijke vrouw meegenomen. Claire, en ik, achternaam, die staat in de tekst, maar ik durf hem niet uit te spreken. Ere wie ere toekomt, zeg ik altijd. Maar dat is een zeer gerespecteerd en belangrijk persoon binnen Rwanda. Want zij is verantwoordelijk voor de toekomstvisie van het land Rwanda. Rwanda is bezig om zichzelf beter op de kaart te zetten. Het is een zeer rijk land aan eigenlijk aardse materialen. En zij willen dat gaan vermarkten, exporteren, zo je wil. Maar ze zijn dus bezig om een innovatieve inhaalslag te maken. Dus ze zijn ook aan het kijken wat zou Unisci String Technologies kunnen betekenen voor het land Rwanda. En dan is het natuurlijk een komen en een gaan van delegaties. Als ik al die delegaties zou moeten opnoemen in een presentatie, wordt de presentatie heel lang. Dus ik probeer enkel te kijken wat is een beetje recent of wat is heel belangrijk. Wat is een beetje apart van het doorsnee gedeelte. Nou, Unisci String Technologies heeft onlangs ook weer de samenwerkingen aangehaald met partijen uit India. En voor de mensen die iets langer participeren in het traject weten dat destijds gesprekken zijn geweest tussen Unisci String Technologies in India. Dat het op een laag pitje is komen te staan. Maar dat wordt op dit moment eigenlijk weer weer langzamerhand aangehaald. Dus vanuit India zijn ze ook komen kijken en zijn ze ook in gesprek met elkaar of er mogelijkheden zijn om dit transportsysteem ook daadwerkelijk op commerciële wijze te implementeren. Nou, vanuit India zijn er dus heel veel potentiële mogelijkheden. Maar hetzelfde geldt voor landen in Zuid-Amerika. Dus je ziet eigenlijk landen waarvan wij zoiets hebben van hoe kunnen die dit doen. Zie je dat dit transportsysteem zoveel mogelijkheden biedt. Omdat het eigenlijk 10 keer goedkoper is dan het huidige systeem dat wij kennen in de vorm van snelwegen en spoorconstructie. Dit transportsysteem is goedkoper en is efficiënter. Dus langzamerhand zie je ook dat wat landen waarvan wij het niet denken gewoon daar een belang bij hebben, dat ze zeer veel interesse hebben. Dus vanuit Zuid-Amerika kun je denken aan Brazilië, El Salvador, Peru, Colombia. Zo kan ik de lijst langer maken. Nou, en dit is eigenlijk ook wel een leuk bericht om te delen. We kennen allemaal de ideeën van
Richard Branson's Virgin Hyperloop, mensen in een vacuum tube verplaatsen van A naar B. Het geval wil dat dat idee natuurlijk een goed idee is, maar dat ons menselijk lichaam niet is gebouwd om in een vacuum tube, in een vacuum gezogen buis, van A naar B te reizen op een snelheid van plus minus 1000 km per uur. Dat gaat niet zo goed. Maar het is ook eigenlijk niet rendabel. Naast dat het eigenlijk potsontsierlijk is, omdat het een grote buis is die eigenlijk het landschap doorkruist. Dus het zou kunnen hinderen, zou je kunnen zeggen. Is het ook gewoon heel duur. Als je tunnels wil boren onder de grond, is het nog duurder. Dus eigenlijk al met al, het heeft geen meerwaarde. Virgin Hyperloop is zich nu aan het focussen op te kijken of ze dat nu wel kunnen doen met het goederenvervoer. Dus dan willen ze goederenvervoer door zo'n buis heen laten rijden. En daar zijn ze nu mee bezig. Maar je ziet dus eigenlijk dat Unisci String Technologies, als je dat langs dit systeem legt, dit ook heeft gewonnen. Het is veel verder, het is veel effectiever. En er zijn veel meer mogelijkheden. En het neemt vele maanden minder ruimte in beslag dan de Hyperloop. Nou, dan zijn er natuurlijk tal van samenwerkingen, zoals ik net ook heb gezegd. Maar er zijn ook hele belangrijke samenwerkingen, en zo niet eigenlijk de belangrijkste. Unisci String Technologies of U-Sky Transport, zo je wil, werkt in Sharjah samen met de University of America. En ook met het Sharjah Research and Technology Center. Dus die staan er onder supervisie. Dus aan de ene kant zorgt het ene center ervoor dat Unisci String Technologies in contact komt met de belangrijke mensen, de belangrijke overheidsorganen. En aan de andere kant zie je dat de universiteiten hun studenten laten afstuderen op producten van Unisci String Technologies. Dus dat is eigenlijk al met al fantastisch, want hierop worden mensen dus opgeleid om te gaan werken voor Unisci String Technologies. En dan Vietnam, dat is wel leuk om ook even te delen. Vietnam is een land wat gigantisch enthousiast is, wat eigenlijk heel veel goeds doet voor Unisci String Technologies. En die willen natuurlijk niks liever dan dat dit slaagt, dat willen wij ook. Maar zij willen dat eigenlijk heel graag, daar werken ze ook heel hard voor. Het is fantastisch om dat zo te zien. En wat hebben ze nu voor elkaar weten te krijgen? Door hun inspanning zijn ze op dit moment aan het kijken of er mogelijkheden zijn voor het implementeren van een commercieel traject in Vietnam. Er zijn al vele vergaande stappen ondernomen. Die kun je ook terugvinden op het internet. Maar een van de belangrijke stappen die ik wel met jullie kan delen, is dat er een entiteit is opgericht, een bedrijf is opgericht. En dat is Viet Transnet. En zij zullen de honneurs waarnemen in Vietnam en Zuidoost-Azië voor de implementatie van Unisci String Technologies. Dus zo zie je dat ze achter de schermen al heel ver zijn. En zeker voor het land Vietnam is het fantastisch. Nou, en dan zijn er natuurlijk nog meer delegaties die komen kijken. En deze vond ik ook wel belangrijk om met jullie te delen, omdat dat zeer belangrijke mensen zijn uit de farmaceutische wereld. En het is ook een prinses uit de Filipijnen. Dus ja, hoogwaardigheidsbekleders vinden langzamerhand steeds vaker de weg naar U-Sky Transport Center in Sharjah. Ondanks de huidige politieke situatie, de huidige oorlog waar we nu mee te maken hebben, of we dat nou wel of niet willen, gaat de ontwikkeling van Unisci String Technologies gewoon door. Ik heb net ook al aangegeven, Unisci String Technologies is inmiddels een multinational. Ze hebben vestigingen in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat betekent dat de bevoorrading van producten niet in het gevaar komt. En dat de commerciële trajecten die al zijn aangekondigd, ook gewoon ontwikkeld kunnen blijven worden. En dit is een roadmap. Hoe ziet dat er nou ongeveer uit? Hoeveel tijd neemt dat in beslag? Dat is natuurlijk altijd belangrijk om te weten. En wat zit er in zo'n stappenplan? Nou, we hebben te maken met dat een partij interesse heeft. Nou, die meldt zich bij het bedrijf. Dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden. Als dat is gebeurd, dan vindt er een visualisatiestudie plaats. En dan gaan ze kijken van oké, wat is er nodig? Wat gaat het kosten? Hoe ziet dat eruit? Dat neemt ongeveer een aantal maanden in beslag. Nou, en dan kom je tot het stukje dat het ook daadwerkelijk ontworpen moet worden. Dus dan zie je dat er een heel groot stappenplan is. Dus eer dat je verder bent met zo'n traject, bijna een aantal jaren verder. Nou, deze roadmap geeft eigenlijk heel goed weer hoe dat er ongeveer uitziet en hoe dat een beetje in zijn werk gaat. Deze kun je terugvinden op het internet, op de officiële nieuwe site moet ik erbij zetten, www.ust.inc. Dus ik herhaal, www.ust.inc en dan inc is INC. Dus Isaac Nicolaas Cornelis. Daar kun je heel veel informatie op vinden.
In het begin van mijn presentatie gaf ik ook aan dat ik professioneel gebruiker ben van de applicatie AdvaHunter. En wat doe ik met AdvaHunter? Met AdvaHunter visualiseer ik eigenlijk systemen van Unitsky String Technologies. Kan ik mensen in hun eigen woonplaats laten zien hoe dat eruit ziet. Dus we zien hier op de foto modules van Unitsky String Technologies. Maar dit is door middel van Augmented Reality heb ik dit kunnen visualiseren. En Augmented Reality is een hele belangrijke bron binnen de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Want op deze manier geef je mensen de daadwerkelijke ervaring hoe het is wanneer zo'n module in hun eigen omgeving rijdt. Dus je geeft ze eigenlijk iets tastbaars. Dus dat kan betekenen dat mocht je bijvoorbeeld in Breda wonen of in Antwerpen wonen of in Luik wonen of noem maar andere plaatsen op, in München. Dan kun je mensen door middel van je eigen smartphone laten zien, zo zou Unitsky String Technologies er in je eigen omgeving uit kunnen zien. En ik als tester ben enkel bezig om de applicatie zo goed mogelijk te testen, zodat er een best mogelijke versie voor jullie beschikbaar komt op de markt. Want deze applicatie is, zoals ik het ook al aangaf, binnen de ontwikkeling van Unitsky String Technologies zeer belangrijk. En wordt het ook zeer gewaardeerd dat het ook gewoon goed blijft gaan. Want je wil mensen gewoon de beste informatie en de beste visualisaties meegeven. Dit zijn een aantal officiële kanalen waar je de informatie kunt raadplegen, waar je eigenlijk alle ontwikkelingen op kunt volgen. De bovenste is waar je je eigen backoffers kunt vinden of waarbij je ook wel heel veel informatie kunt vinden over Unitsky String Technologies. Dan krijgen we www.unitsky.com, dat is de officiële site van de Group of Companies. Daar kun je heel veel informatie op vinden. De persoonlijke site van Anatoly Unitsky, www.unitsky.engineer. Ook zeer interessant. En dan hebben we als laatste het eigen Facebook kanaal. En daarop deel ik alle updates die beschikbaar komen vanuit zowel Unitsky String Technologies als mede SkyWorld Community. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie en ik wil jullie hartelijk danken voor jullie tijd en aandacht. Mochten er vragen zijn, dan staat het je altijd vrij om mij te contacteren of mijn collega Nettie Sommers. Wij geven om en om de webinars. We merken dat er heel veel vragen zijn achter de schermen. Over mensen die willen weten hoe het er nou voor staat met de ontwikkeling. En wij kunnen enkel aangeven, volg een van de webinars. Dat hoeft niet iedere week. Wij realiseren ons dat vaak dat de informatie toch al veelal hetzelfde is. Dat zien we ook. Maar probeer één keer in de maand aan te schuiven bij een van de webinars, omdat er heel veel ontwikkelingen aan gaan komen. En het is daarbij heel, heel erg belangrijk dat we die op een zo goed mogelijke manier met jullie kunnen delen. En dat kan door middel van dit mediakanaal, door middel van een webinar te geven, zodat iedereen de juiste uitleg krijgt. En mochten er vragen zijn, dan is het altijd mogelijk om na afloop even een van ons te contacteren. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Ik hoop jullie te mogen verwelkomen op een van de eerstvolgende webinars aankomende week. En die zal mijn collega Nettie Sommers dan ook geven. Rest mij jullie weinig anders dan een fijne avond toe te wensen. Tot ziens!